Hey, ontzettend leuk dat je kijkt. Vandaag een filmpje over Warren Buffett, zijn portefeuille en welke misverstanden daarbij beleggers op ontstaan. Ik werd getriggerd door een grafiek wat ik voorbij zag komen in allerlei WhatsApp groepen, namelijk dat Warren Buffett Katie Wood aan het verslaan is. Die grafiek, ik zal hem zo ook even laten zien, laat heel mooi zien dat Katie Wood eerst het geweldig deed na corona en nu eigenlijk heel slecht en dat Warren Buffett gestaag als een tank omhoog gaat en doordendend en nu dus Katy Wood qua rendement weer is gepasseerd ten opzichte van voor corona. Laten we gelijk erin duiken. Hier zie je die grafiek. De benedenlijn is dus Berkshire Hathaway, veel stabieler, veel minder volatiel en Katy Wood met het ARK Innovation ETF, de rode lijn, gekelderd, gehalveerd inmiddels sinds de top. Ja, wat heeft dan ervoor gezorgd dat Buffett zo goed rendement heeft gehaald? Dan gaan we naar zijn portefeuille kijken. Vaak wordt gedacht dat Warren Buffett alleen maar een belegger is. Ik zal je straks uitleggen dat hij veel meer is dan een belegger. Eerst naar zijn portefeuille. Hier zie je de totale waarde van zijn beleggingen: 293 miljard. Deze site is overigens dataroma.com. Daar vind je van alle gurus de portefeuilles. Het is altijd wel met 45 dagen vertraging. Dus je kan niet precies zien als er een transactie is gedaan. Op het moment dat dat gebeurt. Dus 45 dagen vertraging. Dat is ook het grote nadeel aan die site. Maar Warren Buffett handelt niet zoveel. Dus uh, voor zoiets is zo'n inkijkje heel interessant. Ik vis er zelf ook in voor, uh, voor tips om te kijken waar hebben ze nou veel geloof in qua weging. Als we dat eens bij Warren Buffett doen. Bovenaan zie je natuurlijk zijn belang in Apple. 42% van zijn portefeuille zit in Apple. Dus hij is niet voor 42% eigenaar van Apple, maar 42% van zijn portefeuille zit in Apple. En dat heeft een waarde hier van maar liefst 125 miljard. En dat is omgerekend om een kleine 5% bezit hij van Apple. Niet hij, maar Berkshire Hathaway bezit dat van Apple. Niet heel Berkshire Hathaway is van hem. Je kunt namelijk, zoals je waarschijnlijk weet, aandelen in Berkshire Hathaway kopen. De a-aandelen zijn overigens best wel prijzig. Dat laat ik je straks ook nog even zien. Maar ...veruit zijn grootste positie. En je zou nu kunnen denken... ...jemig, wat neemt hij een risico... ...met zo'n hoge weging voor één positie? Zijn één na grootste Bank of America... ...en daarna de creditcardmaatschappij American Express... ...en hier wat twee oude bekende, ...al heel lang in Potify... ...net als die andere overigens. Nou, je ziet vooral hier allerlei oude industriebedrijven... ...geen fintechbedrijven, geen snelle groeiers. Alleen zou je kunnen zeggen... ...Apple is het... Meeste techbedrijf en daar zitten ze het meest in. Hier zie je ook heel mooi de transacties, het afgelopen kwartaal. Super handig om te zien. Dus waar gelooft hij meer in? Hij heeft bijvoorbeeld bijgekocht in de energie, de oliemaatschappij Chevron. En de communicatiemaatschappij Charter heeft hij verkleind. Als we naar iets kleinere posities gaan, zie je ook wel dat hij bijvoorbeeld in Snowflake speelt. Het Data Warehouse bedrijf. En ook in een Amazon. Maar dat zijn zulke kleine posities, 0,6% van de portefeuille. Dat het eigenlijk totaal niet uitmaakt of die het nou goed gaan doen of niet. Nou, waarom zitten ze er nou in? Warren Buffett heeft twee adjudanten eigenlijk samengesteld. Ted uh, en Todd heten die. En die beheren pak en beet 10, 20, 30 miljard aan uh, dollar. Een beetje het speelgeld, zeg maar. Die mogen oefenen. En de verwachting is dat Warren Buffett als die ooit stopt. Hij is in augustus uh, 91 jaar geworden. Dat die dan. Deze portefeuille, die je hier ziet staan, ziet overnemen. Warren Buffett neemt nog steeds de grote beslissingen. Maar hier mogen ze vast oefenen met speelgeld. En dan zie je ook dat die kleine jongens, of nou ja, kleine jongens, de Ter en tot ook in hele snelle groeiers beleggen, zoals Snowflake. Nou, op deze knoppen kan je ook de activiteit zien over de afgelopen tijd, de historie. Heel interessant om allemaal een beetje te tracken wat hij over de tijd heeft gedaan. Dat gaat nu wat te ver. Wat ik hier ook wil zeggen is dat veel mensen dus waar ik op terugkom is 42%. Wow, wat veel in Apple. Maar al deze posities bij elkaar opgesteld zijn 293 miljard. En dat is niet heel Berkshire Hathaway, zoals ik aan het begin zei. Warren Buffett is niet alleen een belegger. Want dit zijn allerlei belangen in beursgenoteerde bedrijven. Daar heeft hij zoals in Apple een 5% belang in. Kleine belangen in beursgenoteerde bedrijven. Dat is zijn beleggingsportfolio. Maar daarnaast is het ook echt een bedrijf. Is die eigenaar van allerlei verzekeringsmaatschappijen, zoals Keiko, maar ook van industriële toeleveranciers, zoals Precision Castparts Parts en honderden andere bedrijven waar hij voor 100% eigenaar van is. En doordat hij 100% eigenaar is, staan die niet op de beurs genoteerd. Er is nog wel eens kritiek op Buffett: van ja, er staat. 150 miljard aan cash op de balans. Wat ga je daar nou mee doen? Ga je daar nou aandelen in bijkopen in deze portefeuille? Of ga je weer hele bedrijven kopen? Dan komen ze hier niet in te staan. Je vindt die cashpositie overigens als je het wil weten in een kwartaalrapportage, is ook elke keer 53 pagina's op de site van Berkshire Hathaway. En dan zie je hier de cashpositie: 65 miljard zitten echt in cash. En een ander deel, 79 miljard, zit in kortlopende overheidsobligaties. Dus hij laat dat niet zomaar op de bank staan. Maar hij wil dan nog 2 à 3 procent, althans als de rente straks weer omhoog gaat, daarop verdienen. Bovendien staat er ook nog wat cash bij zijn industriële tak. Railroad, utilities en energy. 4,8 miljard. Alleen de meeste cash zie je staan bij insurance. En er is wel eens kritiek op, als je dit optelt, is het ongeveer 150 miljard dollar. Waarom? Buffet, laat je dat zo lang op je balans staan. Waarom ga je daar niks mee doen? Nou, één, 150 miljard wil hij. Heel veel bedrijven willen namelijk geen cash op de balans. Hij wil wel cash op de balans. Maar wat hij wel wil, wat hij zelf in de aandeelhoudersvergadering in uh, 2021 heeft aangegeven, dat hij ongeveer 70 à 80 miljard aan cash op de bankrekening wil hebben staan. Nou, dan is er nog steeds. Een best wel fors bedrag om extra te beleggen. Maar veel minder dan die 150 miljard. Waarom wil hij in ieder geval 70 à 80 miljard op de balans hebben? Gewoon om horrorscenario's te voorkomen. Zoals ik al zei, het is een verzekeringsmaatschappij. Ze dekken bijvoorbeeld uh, schade door orkanen. En als er dan een mega orkaan langs zou komen. met heel veel schade, moeten zij uit gaan keren. En dat kan al snel in de tientallen miljarden lopen. En Buffett heeft altijd gezegd. Wij willen eigenlijk het laatste bedrijf zijn op deze planeet dat failliet gaat. We willen onze verzekeringen kunnen dekken. Als zo'n ramp voor zou komen, wat af en toe gaat gebeuren, dan zie je concurrenten, concurrentenverzekeraars die dat niet hebben, die gaan failliet. Die kunnen niet voldoen aan die premies, aan die verplichtingen. En buffet wel. Dus die profiteert dan ook weer op die manier van zo'n crisis. Dus het argument om het even samen te vatten, dat. ...Berkshire 150 miljard heeft al heel lang... ...en dat moet eigenlijk aan het werk gezet worden... ...daar moeten ze beleggingen voor gaan doen... ...bedrijven voor gaan kopen... ...of veel sneller aandelen inkopen... ...of desnoods dividend... ...op dat is soms wat overdreven... ...want zij wil dus in ieder geval 70 à 80 miljard... ...op die balans houden. Oké, okay. we zijn er bijna... ...293 miljard aan beleggingen... ...maar hoeveel is Berkshire Hathaway waard op de beurs? Het hele bedrijf kan je hier vinden op Yahoo Finance 682 miljard. Dus nog niet de helft van Berkshire Hathaway bestaat uit die beursgenoteerde bedrijven. De rest zijn al die andere overige bedrijven. En Buffett heeft ook altijd gezegd: "Ja, ik koop liever geen aandelen op de beurs, maar ik koop liever hele bedrijven." En die vindt hij momenteel wat duur. Daar moet hij concurreren tegen private equity partijen die veel meer bieden omdat ze veel makkelijker gefinancierd zijn en veel hogere schuldposities aandurven dan Buffett want private equity wordt vaak gefinancierd door geld met pensioenfondsen, andermans geld. En als je het dan verprutst, ja, dan boeit dat niet zoveel, maar Berkshire Hathaway, Warren Buffett voelt dat hij met zijn eigen geld speelt en wil daarom veel minder risico nemen. Dat betekent dat je niet zomaar als een idioot kan gaan opbieden om elk bedrijf dat te koop staat te kopen. Je wil daarin heel erg zuinig zijn. Dat leidt er wel toe dat in deze markt waarin alles duur is, dat je daar heel voorzichtig in wilt zijn. Tot slot Mocht je nog aandelen Berkshire Hathaway willen kopen, die hebben het dus de afgelopen tijd goed gedaan, kan je een A-aandeel kopen. Hier zie je de beurskoers. Je leest het goed. 458.000 dollar en een beetje voor een A-aandeel. Nou, gelukkig zijn de B-aandelen een stukje goedkoper. Dit zijn die er later bijgekomen. De A-aandelen zijn origineel 50, 60 jaar geleden, opgericht toen Hathaway is begonnen. Deze zijn in de jaren 90 erbij gekomen. Om het ook voor particuliere beleggers leuk te houden. Dat je een aandeel kan kopen voor 305 dollar. Mocht je dat willen. Dit is uiteraard geen advies. En veel succes! Ik hoop met deze video om je even wat te laten zien over Warren Buffett's portefeuille. En vooral dat die positie in Apple die heel hoog lijkt, met 42%. Eigenlijk niet zo hoog is, omdat Berkshire veel meer is dan alleen die beleggingspotefy van 290 miljard. Daar horen ook heel veel andere bedrijven bij. Dat is een veel groter gedeelte, waardoor die weging van Apple in het totale bedrijf vrijwel zakt beneden de 20%. En dan als de grootste positie in je bedrijf 20% is, dan valt dat te overzien. Mocht dat helemaal misgaan met Apple, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt. Of nog een ander onderwerp wilt doornemen de komende tijd, laat het ook weten in de comments. Ik doe dit ook een beetje als experiment. Ik vind het hartstikke leuk. Kijk of mensen dat leuk vinden. Want op YouTube kan ik mijn scherm delen. Dat kan ik in de podcast niet. Dus laat in de comments weten of je het leuk vindt. En of je ook een ander onderwerp hebt waar ik een keer een video kan opnemen. Waar ik jou kan helpen om een betere belegger te worden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.